We zijn vandaag bij Thibo Veen in Veen, een grote installateur. En we zijn met leerlingen van groep 4, Pi Electro, zijn we zonnepanelen aan het monteren en demonteren en metingen te verrichten. Deze hotspot is een technische hotspot, dus voor sterk techniekonderwijs. En is een hele mooie samenwerking tussen 4 scholen en Thibo Veen. En samen willen wij aan leerlingen van het VMBO laten zien hoe mooi techniek is en hoe je dat ook echt in de praktijk kunt brengen. Het belangrijkste is dat je theorie met praktijk probeert te verbinden. Zodat de studenten in kwestie, de leerlingen in kwestie, zeg maar, een verbintenis krijgen met oké, ik heb dit geleerd op school. En wat doe ik daar nou precies mee in de praktijk? Nou, een hotspot dat houdt eigenlijk in dat het eigenlijk iets heel totaal anders is dan wat wij op school doen. Bijvoorbeeld speciaal gereedschap en zo, dat heb je nodig. En dat hebben wij op school niet allemaal. Dus dan is dat handig als we naar een bedrijf gaan. Ja, ik vind persoonlijk dat het wel leuker is als je bij een bedrijf gaat kijken. Ja, heel leerzaam en dan weet je eigenlijk al een beetje iets van dit bedrijf. Stel voor, je gaat hier een keer stage lopen en dan weet je al wat het ongeveer inhoudt. Ik denk dat het belangrijk is dat bedrijven en onderwijs samenwerken, omdat dat de enige manier is om het voor elkaar te krijgen. Wij kunnen dat als bedrijven ook niet alleen. Hè. Wij moeten het van de jongeren hebben die uiteindelijk ook voor onze bedrijven gaan kiezen. En de scholen kunnen het ook niet alleen. Zij hebben vaak ook niet de praktijkmogelijkheden die wij hebben. Wat we de leerlingen mee willen geven is dat er een hele mooie toekomst voor hen is weggelegd in de techniek. En wat wij vandaag hopen is dat zij zien hoe leuk installatietechniek is, elektrotechniek. En dat ze daar vandaag een beetje van proeven. Om daar dan vervolgens ook hun weg in te kiezen. Dat zouden we wel heel erg mooi vinden. Er is echt wel op dit moment belangstelling voor hotspot. Door de eerste is er een soort sneeuwbaleffect ontstaan. En we merken dat wij aankloppen bij andere bedrijven dat ze daar wel voor openstaan. Nou, we hopen andere hotspots op te zetten nog. Daar zijn we in gesprek mee met een aantal bedrijven. En op die manier hopen we dat uit te breiden tussen de 6 en de 8 hotspots eind 23. Ja, je bent met jongeren bezig die nog hun hele leven voor zich hebben. En ik vind dat gewoon mooi dan om daarmee bezig te zijn en ze te stimuleren altijd in beweging te blijven. Want dat is wel waar we als mensen in terechtkomen straks. Ja, dat is in de praktijksituatie en dit is dan wel gesimuleerd. Maar goed, dan ben je wel bezig, niet alleen maar met leuke dingen doen, maar ook jezelf ontwikkelen, kennis opdoen. En dat is wat die jongens het liefste doen. Ze zijn echt doeners in de regel.